Vincent, kan ik jou een kan ik jou wat aanbieden? Een lekkere groene Veltliner. We hebben nog geen wijnglazen natuurlijk hier in deze dorp, alleen maar hele grote bierglazen, maar dat moet natuurlijk wel gaan veranderen. De dartsport verdwijnt achter een betaalmuur. Maar wat betekent dat nou eigenlijk voor de dartsport? Dit is Bram Douwers voor Po-nieuws in Schavenzande bij de auberginekwekerij van de heer Van Duivenbode. Ja, goeiedag. Goeiedag. Ja, wat betekent dat voor de dartsport achter zo'n betaalmuur? Ja, het is natuurlijk best wel een verandering. Het is niet meer open voor iedereen dan. Ja, en verder weet je niet echt hoe het gaat uitpakken natuurlijk. Krijg je je diehard fans die er allemaal opgaan? Of krijg je nieuwe mensen die ook Formule 1 hebben en eerst geen dart keken, dat ze denken, ja, ik heb nu toch dat abonnement en ik ga dit nu ook kijken. Dat is natuurlijk allemaal afwachten. Hoe kijk jij er tegenaan? Wat betekent dat voor jou, denk je? Er komt natuurlijk wel een nieuw darttoernooi. Ja. Dan hebben ze iets van, ja, dat zou natuurlijk wel weer heel goed kunnen uitpakken. Voor mij persoonlijk dan. Maar waarom zou dat voor jou persoonlijk goed kunnen uitpakken? Nou ja, omdat ik best hoog staat op de ranglijst van Nederlanders. En dan is dat misschien wel weer een kans om daaraan mee te mogen doen. Wie betaalt bepaalt, zeggen ze toch altijd? Ja. Ja, en uiteindelijk dacht ik bij Netflix aan het begin ook, ik ga toch niet betalen voor mijn serie. Maar nee, je betaalt er nu uiteindelijk toch voor. Dus maar is een dartwedstrijd van Dirk van der Duivenbode net zo spannend als The Handmaid's Tale op Netflix? Nou, die kijk ik niet, dus waarschijnlijk wel. Wat is jouw meest favoriete aubergine gerecht eigenlijk? Ja, ik denk een beetje aubergine-spicolini's. Wat is dat, aubergine-spicolini's? Wat is dat dan? Ja, piccolini, alleen dan heb je een auberginebodem in plaats van een pizzabodem. Ah, maar je moet hier toch een pleidooi doen voor de aubergine? Ja, nou, eet aubergines. Goed. Goed, dank je Dirk. Joei! Doosje aubergines. Van de Duivenbode. Ja, dat darten, ik denk toch wel dat dat iets elitairder kan. Op naar Vincent van der Voort. De kernvraag nu is natuurlijk wel, maakt Vincent van der Voort zich zorgen? Vincent van der Voort maakt zich altijd zorgen. Er zullen minder mensen in het begin gaan kijken, want je moet lid ergens van worden, iets nieuws. Dus mensen moeten eerst zien wat het voorstelt voordat ze lid gaan worden. Dus ja, in het begin kan het best wel eens zo zijn dat het minder gaat worden. En dat zal voor bijvoorbeeld voor de dartwinkel van mijn vrouw en mijn zoon, kan het ook gevolgen hebben. En voor het darten in Nederland, dat er minder mensen, als je het niet op televisie ziet, ga je het ook niet zo snel doen. Nee. Kijk, als er meer geld binnenkomt, dan zal het prijzengeld misschien wel omhoog gaan, waardoor je wel meer geld kan verdienen. Maar in eerste instantie denk ik eerst dat ze de corona gaan opvullen, de korten van de corona. Dat is dan misschien ook wel het moment dus voor zo'n partij om nu in te stappen. Want nu zal de PDC natuurlijk heel gretig zijn op zo'n aanbod. Ja, precies. Nou, de PDC is altijd heel gretig op dat soort aanbod. Je kan alles van familie Heurn zeggen, maar geld staat op één. Ja. Goed, maar ik heb ook iets meegenomen. Ik heb een flesje wijn meegenomen. Witte wijn en een lekker crackertje en een stukje zalm. Want dart wordt nu van de elite. Vincent, kan ik jou wat aanbieden? Een lekkere groene Veltliner. Ja, dat klinkt echt heel ja, goed. We hebben nog geen wijnglazen natuurlijk hier in deze dorp. Alleen maar hele grote bierglazen. Maar dat moet natuurlijk wel gaan veranderen. Proost, hè? Proost. Hè? Op de dartsport, hè? Hey, mensen, voor jou. Kan ik jou een heerlijk zalmpje aanbieden? Dat vind ik wel heel leuk. Heerlijk. Nou, we gaan eens even wat gooien. Check.